Hey, welkom bij een nieuw filmpje van Beer Brothers. Van der Streek, die hele mooie brouwer uit Utrecht, die is altijd wel in voor een projectje, een beetje iets geks. En een van de dingen die ze gedaan hebben is met drie mannen van de podcast Man Man Man, hebben ze bier gebrouwen. Waaronder dus deze. Die drie mannen van de podcast Man Man Man, dat zijn Bas, Chris en Domien. Bas en Chris die zijn niet super bekend. Die doen wel een beetje iets in de mediawereld. Domien is de DJ van Q Music. Ja, die is wel wat bekender in ieder geval. En met Van der Streek hebben zij toen, nou ja, het kwam voort uit die podcast, een blond gemaakt. En dat was de Man Man Mango. En in dit geval hebben ze daar een variant op gemaakt. En dat is de Man Man Man, nee, Man Man Mananas. Om een mooie tongbreker te gebruiken. Die Mango Mango, dat was echt een beetje een blond bier met echt zo'n flinke vleug aan mango erdoorheen. Echt een heel fruitig ding, super lekker. En deze, die hebben ze dus ook. De Man Man Mananas. Het is gelukt. Een blond bier waar ook echt ananas in verwerkt zit. Dus ik verwacht eigenlijk gewoon een lekker Belgisch bier. Een beetje dat blonde. Alleen dan dus dik in het fruit en dan ook echt gewoon vet in die mango. De Man Man Mango vond ik in ieder geval echt wel een leuk geslaagd bier. En bij de Man Man Mananas ben ik toch heel benieuwd, is die dan ook zo goed? Lang genoeg gepraat, we gaan gewoon eens eventjes hem ontdekken. Nou, om te beginnen schenken we hem in. Ja, niet geheel verrassend. Een mooie blonde kleur en een dikke ananasgeur, kan ik je vertellen. Vanaf hier ruik ik hem echt al echt vet. Het is trouwens, hij valt bijna, een bier van 6,6%. Dus het is op zich een lekker blondje. Nou, in ieder geval een mooie blonde kleur, redelijk helder. Ja. Niet zo'n hele vette schuimkraag, maar goed, aan de andere kant, als je natuurlijk echt gewoon letterlijk de ananas erin mikt, dat zal vast niet heel erg goed doen aan je schuim, denk ik. Geur, nou ik rook het net al. Oh ja, echt dik ananas. Je ruikt vooral heel erg dik dat fruitige van die ananas, een beetje dat zoetige. Op zich wel echt heel tof. Maar je ruikt ook wel gewoon nog een beetje dat bier ruik je echt wel gewoon nog. Een beetje, echt wel een beetje, ja dat zou prima een blond kunnen zijn. Maar goed, de ananasgeur over is dusdanig dat, ja, de een zou zeggen het ruikt naar pils, de ander die zegt ja het is Belgisch blond, de ander zegt het ruikt een trippel. Eerlijk gezegd zit zoveel mange geur aan, ik denk je niet heel erg meer er tussendoor ruikt wat het dan precies is. Maar goed, aan de andere kant, ze hebben me ook geen subtiel bier beloofd. Wat ze me beloven is in ieder geval een blond bier wat flink naar ananas nou, smaakt in ieder geval en ruikt. Nou, dat ruiken, dat klopt in ieder geval. De smaak. Ja, weer die echt flink die ananas eruit. Echt super fruitig. Maar waar ik echt blij verrast door ben, is er zit nog best wel een beetje een hopbittertje aan. En is het echt ook wel een beetje mooi dat Belgisch blonde smaak, zeg maar van een Belgisch blond bier, die zit er ook echt aan. Dus je hebt wel echt een Belgisch blond bier en er zit gewoon echt een flinke zweem mango erheen. Ik bedoel, dat is niet echt subtiel. Maar waar je bij de geur een beetje denkt, ja, vooral heel veel ananas. En zei ik nou trouwens net mango? Nee, hè? Nee, het ananas hoor, ananas. Je in de geur vooral onwijs veel ananas ruikt en ergens nog wel bier, zit daar in de smaak toch echt veel meer balans in. Heb je echt gewoon een Belgisch blond waar je normaal echt wel een beetje dat fruitig in hebt, wat een beetje dan dat abrikoosjesachtige en heb je nu vooral echt klapt er echt gewoon ananas in, maar wel gewoon nog met een mooie, lekker beetje een hopbittertje. En dus je zit echt nog wel bier te drinken. Het is echt niet dat je een soort fruitsapjes te drinken. Integendeel, dit smaakt echt gewoon naar een goede Belgische blond, maar dus met een flinke ananas scheut erin. Ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker.
Het zorgt ervoor dat die net even wat fruitiger, wel echt iets frissigs heeft. Ja, ik word hier wel enthousiast van. En kijk, dat vind ik dan toch wel weer het leuke van de streek. Dat ze altijd in zijn voor allerlei projectjes. En ja, kijk, uiteindelijk blijven sommige dingen natuurlijk gewoon een kwestie van smaak. Maar dat je dan bijvoorbeeld dit gaat doen. Twee blonde bieren met een hele duidelijke fruitsmaak erin. Ja, ik vind dit wel een kikke experiment geweest. En de Man Man Mango en de Man Man Mananas. Ik vind ze top. Als je ze wil krijgen, ik denk dat ze het meest makkelijke gewoon online te krijgen zijn bij Van der Streek zelf. Die hebben nou ook een prima webshop. Maar goed, misschien dat via nou ja, een andere online bierding er ook wel aan te komen is. Ik heb me in ieder geval gewoon bij hun zelf besteld. En ja, wat mij betreft wel echt gewoon ja, goed gelukt. De Man Man Mango en in dit geval de Man Man Mananas. Top. Ik ga deze nog even lekker wat drinken. Proost.